januari 2018 heeft Dirk-Jan aan Joanka gevraagd of ze met hem zou willen verkeren. En dat wilde ze wel. Sterker nog, Dirk-Jan was nog niet eens uitgesproken of Joanka riep al ja. Dirk-Jan heeft mij bekend dat hij u niet officieel gevraagd heeft om de hand van uw dochter. En om dat een beetje goed te maken, zal hij nu een bruidsprijs overhandigen.